was je doel bij het organiseren van dit ontbijt? Ja, het is de bedoeling van die bevrijdingsmaaltijden. Is dat je met elkaar aan tafel zit met mensen die je niet kent. En dat je in gesprek raakt over wat vrijheid voor jou betekent. Dus daar, met het oog daarop, heb ik ook het programma samengesteld. Dat je gesprekstof hebt. Oh, dus we krijgen wel een beetje hulpmiddelen om in gesprek te komen? Ja, ja, er liggen kaartjes op tafel met onderwerpen. Maar ik heb een spreekster uitgenodigd die uit Srebrenica komt. Die de maaltijd inleidt met haar levensgeschiedenis. Dus dat geeft misschien stof tot nadenken. We hebben Oekraïense gasten uitgenodigd. En ook een Oekraïense accordeonist die straks gaat spelen. En we hebben een voorstelling, Dr. Jazz. Die gaat over een natie die jazz sympathisant of fan was. En daarin zat. Dus ik heb de drie laatste oorlogen die uitgevochten zijn op Europees grondgebied, die zitten in het programma. Hoe bent u bij dit ontbijt beland? Nou, dit is mijn schoondochter. En die nodigde mij uit. Ja. En ik woon sinds kort in Utrecht, dus... Nou, dat vond ik heel fijn. Ja. Maar in de oorlog was ik dus 5 toen de oorlog begon. Want ik ben nu 88. En bij mijn grootouders, bij Paak en Beb in Friesland, was ik die winter. En daar was ook een Joods meisje die even oud was als ik. En mijn grootouders vonden het wel goed dat er 2 meisjes waren. Dat stond wat natuurlijker dan 1 Joods meisje natuurlijk. Dus dat was heel leuk. Maar toen was het bevrijding en die was in april in Friesland. Die was eerder dan in het hele land. En toen had mijn Beppe, mijn grootmoeder, had voor Rosa en voor mij 2 oranje jurkjes gemaakt van crêpepapier. Dus we konden bijna de hele dag niet bewegen. Wij moesten de hele dag, ja, herinner ik me het meeste van de bevrijding. Dat lopen in een oranje crêpepapieren jurkje. Gek, hè? Komen jullie bij dit ontbijt terecht? Ja, we vinden het heel mooi en wij moeten met onze groep om te kijken, omdat we komen uit Oekraïne. En wij willen ook weten jullie traditie en jullie belangrijke dagen. En wat vinden jullie van het thema vrijheid? Hoe denken jullie daarover? Want het is voor jullie natuurlijk best wel een beetje verdrietig als je daar aan denkt. Hoe is dat voor jullie? Ja, denk ik, het is een beetje verdrietig, maar... Ik weet niet zoveel over vrijheid, dus ik ben heel zo, kan je zeggen, nieuw mens in Nederlands. Dus ik ken niet zo goed deze alles geschiedenis van Nederlands. Het is een beetje wel verdrietig voor mij dat ik hoor dat. Eveline, jij weet veel van de mensen die je hebben mede georganiseerd. Hoe ben je er zelf in betrokken? Ik ben ooit bij het oprichtingsbestuur van de stichting 4-5 mei Leidse Rijn betrokken geweest. Dus daar is nog steeds een voortvloeisel uit. En vandaag waren er veel nieuwe mensen die meededen, organisaties? Ja, heel veel wijkbewoners die zich in hebben geschreven. En je moest bij reservering je postcode. Dus we hebben het kunnen herleiden. En bijna allemaal mensen uit Leidse Rijn Vleutende Meer. En daar zijn we trots op. Zijn er ook veel nieuwe Nederlanders die vandaag meedoen? Ja, heel erg veel. Ik vond het heel erg leuk dat er zich een Chinese dansgroep heeft aangemeld om te komen lunchen. Een Syrisch koffieclubje. Vitalea, de Oekraïense organisatie, is hier met 20 mensen, jong en oud. Dus echt heel veel Nederlanders, mensen die hier allemaal in onze wijk wonen. Mm.